Rails, welkom bij deze aflevering. Voor deze aflevering zijn we naar Zwitserland getogen. We zijn hier in Brieg. Dit wordt dus een nieuwe aflevering van Treinen in de Alpenregio. Dit keer de Zwitserse Alpen. We hebben hier een veervoud materiaal vast kunnen leggen. Dit wordt een interessante film. Veel kijkplezier. We zijn in het zonnige Brieg. En we gaan eerst kijken bij de Matterhorn Gotthardbahn. We zien een treinstel vertrekken in de richting van Visp. Hier te maken met een vierdelig treinstel. De Matterhorn Gotthardbahn heeft dit type treinstel ook als driedelige variant. En dit materieel is gebouwd bij Stadler in Usnam. Hier zien we de driedelige variant. En ook dit treinstel vertrekt, maar dan richting de werkplaats van de Matterhorn Gotthardbahn. En die werkplaats is gevestigd tussen Brieg en Visp. Heel apart. Op het voorplein van het station heb je de smalspoorbaan. Vanuit Spiez komt deze lok de Lutschberg af. En deze lok kwam onder de Lutschberg door. Een RE66 van SBB Cargo. Er komen twee E-189'ers onder dit nummer. Zijn deze locomotieven bij ons bekend? Bij SBB Cargo heten ze 474. En ook hier een dubbele tractie voor deze Wetron trein. Een Nederlandse trein, want Wetron heeft het hoofdkantoor in Weert. Je wordt gerangeerd met een stam rijtuigen van het type Einheitswagen 2. En een RE442 duwt deze trein. Daar komt een NPZ binnen uit de richting van Sion. En gaat de Lutschberger ook vertrekken die hier op een wachtspoor stond. De NPZ is van de SBB en de Lutschberger is van de BLS. Dubbele tractie voor deze goederentrein die de Lutschberg gaat beklimmen. Dan is deze machinist de frontruit van de locomotief aan het schoonmaken en begint het einde van de dag te naderen. Mooi verlichte bergtoppen door een ondergaande zon. Een 420 en een 620 weer als vastkoppel voor deze trein. In een achterkant van het krachtvoertuig moet in de rijrichting gezien aan de rechterkant altijd een witte lamp branden in Zwitserland. De machinist is die niet vergeten uit te maken, nee, dit is reglementair zo. Daar wederom een NPZ met het originele tussenrijtuig. Waarbij wel verteld moet worden dat dit treinstel geheel gemoderniseerd is door de SBB. En ze hebben een andere oplossing gekozen als de BLS met hun NPZ treinstellen. Wederom een treinstel van de Matterhorn Gotthardbahn.
En deze RE460 heeft de totaalreclame van Credit Suisse. En Credit Suisse was ook betrokken bij de bouw van de Gotthard basistunnel. De locomotieven hebben dan ook de naam Gotthardo op de neus staan. De 460-118, die zagen we ook al in de vorige aflevering van EuroRails. Deze locomotief heeft de grote revisie gehad in Yverdon. Eigen werkplaats van de SBB. Dubbeldeksmateriaal, en bijzonder aan dit materiaal is dat de rijtuigovergangen in het bovendek zijn en niet in het benedendek. Heel apart. Dan komt de BLS met de 465-011. Deze machinist heeft de cabinedeur openstaan voor een beetje frisse lucht. De Eurocity uit Milaan. Voorzien van de LED-frontzijnen. Ja mensen, en die frontzijnen die geven toch een partij licht. Nou. En daaraan is ook te herkennen dat we hier te maken hebben met een treincel uit de tweede bouwserie. Die hebben namelijk af fabriek LED'jes voor de front- en sluitzijnen. Treincellen van de eerste generatie waren nog voorzien van gloeilamptechniek. En ook de sluitzijnen geven best wel een aardig partijtje licht af. De avond begint nu echt te vallen wanneer deze SBB Cargo RE442 door Briek rijdt. En op weg gaat het vies. Er komt een locomotiefje uit de serie 922. Tweeassige rangeerlok, gebouwd door Stadler in de Winterthur. De SBB heeft deze elektrische variant, terwijl SBB Cargo serie 923 heeft die diesel elektrisch is. Deze trein gaat over de Lutschberg. En opvallend was dat er geen frontzijn brandde aan de achterkant van de tweede locomotief. Mooi is ook de LED-strip die gemonteerd is op deze locomotiefjes, zodat de rangeerder voldoende licht heeft bij het aan- en afkoppelen in het donker. Credit Suisse gaat Briek verlaten. Met een Intercity richting Genève Aéroport. Oftewel, de Intercity naar het vliegveld van Genève. Ook hier een versterkingsrijtuig. Achter het stuurstandrijtuig en ook op het stuurstandrijtuig zag u een wit frontzijn branden. Zoals het hoort. En achterop natuurlijk twee sluitzijnen. Het begint echt goed donker te worden. De 922 komt weer terug. Je ziet, als de locomotief rijdt, dan brandt die LED-balk niet.
Maar als ze in het donker ergens stilstaan, dan heeft Ranjay daar ook een zee van licht tot zijn beschikking. Hier zien we weer het ene frontzijn aan de achterkant branden. Het werd tijd om de oogjes dicht te gaan doen. En de volgende dag zag er zo uit. De eerste locomotief die we vast konden leggen op die dag was een AM843 van de BLS. En dat is ook weer een Voslo G1700 BB. Daar zien we een Intercity stuurstand rijtuig geduwd door een 922. Hier in Briek zijn twee van deze locomotiefjes gestationeerd voor het dagelijkse rangeerwerk. De lokjes zijn voorzien van een riante cabine. Dan moet het prettig werken zijn voor de machinist. De BLS met twee oude RE44 locomotieven. En we gaan eens kijken naar de Glacier Express. We vertrekken naar 3 vanuit de Briek. De eerste om 9:18, dat is deze. Voorzien van de enige locomotief waarop het woord Glacier Express zo groot te zien is, dat is deze die nu gaat vertrekken. De volgende komt om 10:18 en dan is er nog eentje om 11:18. Dan hebben we 3 Glacier Expressen achter elkaar met elk een uur afstand. De locomotief heet Sankt Gotthard en het nummer is de 106. Rijtuigen zijn zeer comfortabel. Het zijn allemaal panoramarijtuigen, dus je hebt een schitterend uitzicht op de Alpenwereld. Bij de rijtuigovergangen zien we telkens de Zwitserse vlag. Het panorama barrijtuig is telkens helemaal rood gespoten. En de overige rijtuigen hebben een blauwachtige kleur met rood. Mooie trein. Even daarna wordt die trein gevolgd door een lokale trein. Even daarna wordt de Glacier Express gevolgd door een lokale trein. Die staat hier al te wachten voor vertrek. Ja, en iedereen loopt gewoon het spoor over. Hoewel vertrekt de trein. Het is nog steeds goed gegaan hier. Maar de verkeerssituatie op het voorplein van station Briek zou aangepast worden. Lok 92 is eigenlijk een locomotief en een postwagon, bakwagen zou je kunnen noemen. In één. Rijtuigstam is altijd 3 rijtuigen met een modern Stadler rijtuig in de midden met een aparte kleur. En dit zijn allemaal verlengingen voor de ochtendspits. En het bijzondere is, alle getrokken treinen van de Matterhorn-Gotthardbaan voegen geen sluis in. Ook deze niet. Dit stuurstandrijtuig is trouwens ook wel voorzien van de nieuwe ledjes. En zo zien ze toch wel iets anders uit als met de oude rechthoekige lampen. Terug naar het normale spoor. Met een vertrekkende containertrein. En met deze combinatie van deze twee type locomotieven hangt er toch een geweldige concentratie kracht voor zo'n goederentrein. Kun je echt spreken van een krachtpatser.
de Ralpin, getrokken door twee locomotieven van de BLS. Terwijl de Ralpin door de Lutschberg-tunnel gaat, zal de goederentrein aan de rechterkant over de Lutschberg heen gaan. Deze trein is ook door de tunnel gekomen, vanuit het Berner Oberland. En alle SBB cargo locomotieven hebben het nieuwe lange locomotiefcijfer op de neus staan. De rode locomotieven hebben aan de zijkant nog de oude nummering met de metalen cijfers. Maar op de neus is het nu allemaal plakcijfers wat de klok slaat bij SBB Cargo. De locomotieven van de SBB van het type RE442, die hebben nog gewoon de metalen cijfers op de neus, die het vijfcijferige locomotiefnummer vormen. Zo is dus te herkennen welke locomotief toebehoort aan SBB Cargo of aan de reizigerstak van de SBB. De AM843 komt weer terug. En ook dit locomotieftype staat de kleurstelling van de BLS perfect. Er wordt aan spoor gewerkt op spoor 2. En deze 420, daar gaat mee gerangeerd worden. De lok rijdt richting het wachtspoor. Hier zien we aan de linkerkant Roy staan, die foto's maakt voor onze website. Hier komt de 420 weer terug. En gaat richting het depot van de SBB hier in Brieg. Dit is een RE442 van de reizigerstak. En u zag dat aan het nummer op de neus. Weer eens een kijkje nemen op het voorplein. Je komt weer zo'n modern Stadler-treinstel. Dit keer is het een drietje. En zometeen zal de volgende Glacier Express binnenkomen. Daar komt hij. En opvallend is dat veel van de reizigers van de Glacier Express van Aziatische herkomst zijn. Veel Japanners, Chinezen. Ja, het is gewoon een must als je in Zwitserland bent vanuit Azië om met de Glacier Express op stap te gaan. Deze lok heeft reclame van de Matterhorn-Gotthardbahn aan de zijkant. En heel klein op de neus het woord Glacier Express. En verder gewoon de naamgeving van de maatschappij waarvan de locomotief is. Dus lok 101. En zoals gezegd, alleen lok 106 heeft het woord Glacier Express in het groot op de zijkant staan. Hier zien we weer die schitterende rijtuigen. En glacier is het Frans woord voor gletsjer. Typisch Zwitserse postbussen. En hier hebben we weer zo'n locomotief annex postwagon.
het zo kunt stellen. Die nog niet kan vertrekken, want eerst moet dat kleine treintje daar met dat oranje locomotiefje van de sporen weg zijn. Oftewel, die voorkeftruc. En ook deze locomotief is al voorzien van nieuwe front- en sluitzijnen met LED-techniek. Terwijl de middelste lamp boven de deur nog steeds voorzien is van een gloeilamp. Het zit ook strak in de lak, dat is lok 53. Het middelste rijtuig weer zo'n nieuw Stadler rijtuig. Daar zijn er 4 stuks van, die hebben allemaal een aparte kleur gekregen en een apart thema in de afbeelding op de zijkant. Dit zuurstandrijtuig dat achterop loopt, is nog voorzien van de oude front- en sluitzijnen. Ja, sluitzijnen worden hier niet gebruikt, dat ziet u wel weer, en dat is best wel apart. We zijn weer boven op het perron, daar komt de BLS 465012 binnen. En dit is de SBB variant in het rood. En daar heet de locomotief serie 460. De 460033 heeft pas een revisie gehad in Yverdon. Het bijzondere aan deze log is dat die wel op de neus voorzien is van het SBB logo, maar geen nummer op de neus heeft. Dus weer een aparte variant. Dan hadden we nog een kijkje op het bouwtreintje. En hier komt de volgende lok in totaalreclame in kader van het Gotthard basistunnelproject. Ja, en zo'n witte front is natuurlijk moeilijk schoon te houden. Hetgeen ook te zien is bij deze locomotief. Maar ook hier op de neus Gotthardo 2016. De 485014 staat voor het depot van de BLS. En dat geeft ons de gelegenheid om deze locomotief eens wat nader te bekijken qua bestikkering. ABB, leverancier van elektronische componenten. En daar komt dan weer de volgende BLS 465 binnen, in dit geval de 011. En hier kunnen we de beide fronten van deze 460'ers vergelijken. Daar gaat de BLS. Met wederom 2 van die oude beestjes in dubbele tractie voor deze containertrein. Heel bijzonder is deze trein. Dit is namelijk de tunnelblustrein. Je zou kunnen zeggen een brandweertrein. En deze trein is via de Lutschberg basistunnel gekomen. Rijdt hier richting het depot van Briek. Later zullen we deze trein nog een keer tegenkomen wanneer hij terugrijdt, maar dan via de Lutschberg en niet door de tunnel. Er wordt nog steeds aan spoor 2 gewerkt. En zo hebben we toch een aparte blik op die trein. AM 843 van
SBB Cargo. De lok geeft een flink tractie en op een gegeven moment vindt de machinist het goed geweest en gaat het motorvermogen naar beneden. Luister nu maar. Een cementtrein aan de haak en ook gewone ketelwagens. Gaat deze 460 vertrekken, zonder nummer op de front, ja, blijft apart, maar wederom een variant die we vast hebben kunnen leggen. En deze trein gaat via Bern en Lausanne naar Genève, naar het vliegveld van Genève. En vanuit Bern komt de Lutschberger, de Lutschberg naar beneden. Tijdens ons verblijf verbleven we in de woning van het BLS-depot dat u daar op de achtergrond ziet. Nog eens een klein woordje van dank aan Hans dat we bij hem mochten logeren. Heel bijzonder is deze Novelis 474 of zoals u wilt een 189 met een speciale mooie bestikkering. Er rijden nu twee loks in deze uitmonstering rond. Het ziet er heel apart uit en staat heel erg mooi op dit locomotieftype. Deze Lutschberger die komt van het wachtspoor. En de Gotardo 2016 lok gaat vertrekken. Het is tijd voor de middagpauze. Dan wordt even alles in de werktrein geladen en gaat men richting het depot om daar de boterhammetjes te eten. Na de middagpauze kwamen ze gewoon weer terug naar spoor 2 en gingen de werkzaamheden verder. Lunchtijd of geen lunchtijd, het goederenverkeer gaat hier door dag en nacht. En ook deze goederentrein gaat de Lutschberg beklimmen. Een 421 van SBB Cargo is best wel een zeldzaamheid. Deze locomotief is namelijk geschikt om ook in Duitsland te kunnen rijden. Eén stroomafnemer die nu tegen de draad is, die heeft logischerwijs het smalle schuitje. De stroomafnemer die aan de andere kant van de locomotief ligt, heeft een breed schuitje, zodat ongestoord in Duitsland en in Oostenrijk gereden kan worden. Die locomotieven zijn dan ook niet ondergebracht in de serie 420, maar in de serie 421. En het is leuk om zo'n locomotief hier in Brieg tegen te komen. Het is wederom een klein detail.
Je moet het even weten, maar dat is waarom die locomotief in een andere serie ondergebracht is als deze. Hier loopt weer een 420 voorop en een 620 als tweede locomotief. Je ziet dat de bouw van de zesasser, dus de tweede locomotief, toch iets anders is als die van de vierasser. De ramen in de zijkant zitten op een andere hoogte en de roosters in het dak zijn ook afwijkend ten opzichte van elkaar. Hier is nog eens goed te zien, de ramen zitten iets lager bij de zesassige uitvoering, terwijl de roosters juist groter zijn in het dak. De ventilatieroosters, wel te verstaan. Een heel aparte combinatie is deze van een 420 voorop en een AM843 mee in opzending. Ook DB Cargo komt door Briek, hier met 285'ers. En ook weer een dubbele tractie. Je ziet, niet alle goederentreinen gaan hier op het emplacement van Briek aan de kant. De Lutsberger gaat weer de Lutsberg beklimmen, op weg naar zijn eindbestemming Bern. En we gaan dit treinstel eens een klein stukje volgen. Vanaf het perron in Briek gaan we Lutsberg bekijken. De zuidflank en daar zien we de Lutsberger bezig met de beklimming van de Lutsberg. En een ritje over de Lutsberg is echt de moeite waard. Het is niet echt goedkoop. Een retourtje Briek-Spiez bijvoorbeeld zijn 70 Zwitserse frank. Maar het is wel de moeite. Dit was EuroRails, bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij een volgende aflevering van EuroRails.